Jeff zijn ogen gaan gelijk naar de camel toe. Ik heb een bestelling geplaatst bij Fashion Nova. En de laatste keer dat ik dat bestelde is 3 jaar geleden, denk ik. Dat is ook de andere video die je hebt gezien van Fashion Nova. Dat is de enige keer dat ik er bestelde. Toen besloot ik het niet meer te doen, want ik vond de kwaliteit niet zo goed. En het is dus zo dat je niet echt iets kan terugsturen. Althans, je kan het wel terugsturen, maar dan betaal je zelf de verzendkosten. En je krijgt dan store credit. Dus je krijgt dan tegoed wat je weer kan uitgeven bij Fashion Nova. Maar je krijgt dus niet echt je geld terug. En dat gaat heel vaak fout. Dus nee, daar ga ik niet aan wagen. Maar helaas, in mijn zoektocht naar leuke broeken voor de zomer. Geen jeans, geen denim, dat heb ik allemaal. Ik heb gelukkig een geweldig soort spijkerbroek. 1 model, wat me op het lijf geschreven is en waar ik heel erg blij mee ben. Die laat ik zien in een andere shopblog die ik hier even bij zal linken, mocht je het interessant vinden. Ik heb maat 46 ongeveer bij mijn benen. Ik heb een dikke kont. Benen, wel een smallere taille. Het is altijd een zoektocht voor mij. En ik heb heel veel broeken besteld inmiddels. Bij Zalando, van Mango Violeta. Dat is een plus size merk. Marina Rinaldi heb ik zelfs geprobeerd. Dat best wel een duur merk is. Ik heb via Zalando sowieso ook een heleboel merken geprobeerd. Die ik nog niet kende. En eigenlijk paste ik niks. En het was vaak duur, maar slechte kwaliteit. En als het dan wel goed zat bij mijn benen, zat het veel te los bij mijn taille. Het zat er gewoon allemaal niet tussen. En ik wil gewoon voor de zomer ook een fijne broek kunnen dragen. Een lange broek, een stoffen broek, luchtig. Ik heb allemaal leuke jurkjes, leuke rokjes, geen probleem, maar broeken niet. En toen kwam ik uiteindelijk toch weer terecht bij my ex, Fashion Nova. Fashion Nova is een beetje die ex waarvan je dacht, daar heb ik geen toekomst mee. En het is toch niet helemaal mijn type. Maar ja, weet je, bij gebrek aan beter is het toch weer in mijn leven teruggekomen. Dus ik heb besteld. Normaal krijg je alles in een plastic zak. En dat heb ik ook gekregen. Maar ik heb even alle kleding uit die plastic zak gehaald. En alle plastic zakjes die weer in de plastic zak zitten. En het even in een katoenen tas gedaan. Ik heb het vorige week binnengekregen. Maar ik heb gewacht met het filmen van deze video. Ik heb niks gepast. En van sommige broeken heb ik zelfs 2 maten besteld. En daarvan wil ik de maten die ik niet pas te koop gaan zetten op mijn shop-account. Heb ik op Instagram. En dan voor een heel klein prijsje. Ik wil er geen winst aan maken. Maar ja, ik ga het ook niet terugsturen met al dat gedoe. En misschien kan ik er iemand anders blij mee maken. Dus dat komt er nog aan. Ik heb dus ongeveer maat 46 van confectiemaat bij mijn benen. Soms een 48, soms een 44. Het ligt er maar net aan hoe het valt. Bij Fashion Nova hebben ze maten L, XL, XXL, 3XL. Veel broeken hebben wel stretch. Stretch is your best friend. Absoluut. Deze broeken heb ik bijna allemaal in XL besteld of in 1XL. Ik snap niet echt wat het verschil is. En Jeff is ook in de room. Die ligt als een van de verleidsters van Temptation Island of, hier op bed. Hoe heet ze van de Titanic? Paint me like one of your French hoe girls. Heet die actrice? Kate Winslet volgens mij. Dus Jeff gaat me een beetje commentaar geven. Of in ieder geval even meekijken. Dat vond ik wel zo fijn. Dit is de eerste broek die ik heb. Een zwarte broek. Nou moet ik wel zeggen, ik heb vooral geprobeerd kleurtjes en beige te kiezen. Zwart is toch wel warm in de zomer. Maar ik was ook gewoon aan het bestellen. Ik dacht, ik ben nu toch al bezig. Zwart is ook niet weg. En dit is een XL. Dit is de Vienna High-Waisted Dress Pant. En die heeft dus een riem. In dezelfde stof. Dat je het een beetje kunt zien. En een gestikte baan op de voorzijde. Ja, volgens mij zie je echt alleen maar zwart, 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 zwart. Dat is de eerste broek die ik aan ga doen. Hij is in ieder geval niet te groot. En aan de achterkant hier zit een rits. Yes. Oké. Okay. Lekker kort riempje. Nou, yes. Zit er ook geen gaatjes in? Nee, dat zie je wel vaker hoor. Het is ook meer voor de show dan dat het echt de boel bij elkaar houdt. Hij gaat nu een beetje een soort van trek hem aan en dan gaat hij weer los. Als de broek goed zit, zou ik natuurlijk wel de riem eruit kunnen halen. Maar die riem is echt flut inderdaad. Maar hoe vinden we de broek? Volgens mij heb je een camel toe. Heb ik een camel toe? Ja, volgens mij heb je gelijk. Oh my god, jij zit echt veel te strak. En dit riempje is, nou, dit is die stiksel die ik bedoelde.
De camel toe zou ik niet in detail filmen, maar en dit is het riempje. Dit zit echt nergens naar. Nee. De eerste broek is afgekeurd. Goed, dan gaan we door met de volgende broek. Ja, volgens mij is dat hetzelfde model. Hetzelfde model in een andere kleur. En een maat groter. Ja, nee. Dit is dezelfde maat in het rood. Dus ja, die ga ik ook niet passen. Dan heb ik nog deze broek. Oh ja, en deze heb ik ook in twee maten besteld. Dit is 1X. Dus dat is een maat groter. Die vond ik echt heel leuk. Leuk detail. Hij heeft wel ook weer die baan op de voorkant. Of die lijnen. Maar we gaan het gewoon proberen. Deze heeft een binnen. Ik vind deze leuk. Ja. Hij kiert nog wel een beetje hierachter, moet ik zeggen. Maar dat dacht ik ook nog. Ik kan hem altijd ook laten in me nemen. Dus dan laat ik zo'n hele goedkope broek van Fashion Nova innemen. En dan wordt het een hele dure broek. Dan kan het wel echt heel lang. Ik ben 1,72 meter. Dan heb je ongeveer een idee. Maar ik vind de kleur wel heel mooi. Is dit een beetje camel toe? Moet ik even een maandverbandje of zo hier? Die schaamlippen trainen. Schaamlippen trainen. Die had ik dus ook nog in een maat kleiner besteld. Dat is de XL. Maar die hoeft dus niet te passen. Misschien kan ik dat ook nog vragen bij de kleermaker. Ik wil hem iets ingenomen hebben in de taille. Iets korter. En kan je misschien een extra stukje stof doen bij mijn schaamlippen? Oh ja, en dat is ook altijd. Dan bestel je online. En dan komt iets binnen en dan is het toch iets anders dan je had verwacht. Dat had ik met deze broek. Ik had niet gezien dat er dus een krijtstreep op zit. Deze heb ik ook twee keer. En dit is de 1X. En hier zit dus een krijtstreep op. Ruimte voor een riem. Dat is wel top. Elastiek in de band. Nee, het is verder geen elastisch stofje. Het is iets anders dan verwacht, maar misschien staat hij wel heel erg leuk. Dat hopen we dan maar. Oké, dus er zit ook elastiek. Ik weet niet of je het kan zien. Daar. Er zit wel elastiek in. Die rit is echt zo schuin. Heel gek. Wat vinden we? Ik vind dat die rit zo schuin is zo gek. Dat vind ik wel leuk. Ja, maar je ziet ook, dat is ook een ding. Dat er hier dan heel veel lucht zit. Ja. Terwijl die hier strak zit. Ja. Pas hem zeg maar wel. Dus het knelt niet. Ik kan erin bewegen. Krijg je een beetje zo'n luier effect. Ja. Edith, als je kijkt en denkt, dit is het wel of dit is het niet. Help je girl out. En hij heeft dus hier dat elastiek. Dan had ik nog deze broek gekocht. Maar dit is gewoon een joggingsbroek voor thuis. De stof is zo zacht. Het is gewoon een fleece stofje. En ik vind het tie-dye effect heel erg leuk. Nou. Waarom lach je? Het is gewoon echt een printje, maar leuk. Zaten alle broeken maar zo? Ja. Helemaal leuk. Wat hebben we nog meer in de tas zitten? Oh, dit is weer een andere zwarte broek. Dat is deze. Met een knoop. Misschien een beter idee dan een riempje. Het is wel een XL. Volgens mij, als ze geen 1X meer hadden, heb ik gewoon een XL besteld om toch maar iets te bestellen. In de hoop dat het zou passen. Jeff's ogen gaan gelijk naar de camel toe. En? Volgens mij valt het mee. Valt mee? Ja. Hij zit ook best wel goed, moet ik zeggen. Ja, verbaast me. Ik had slechter verwacht. De pijpen vind ik ook best wel. Ja. En ook niet te breed. En dat is natuurlijk ook. Het is niet fantastisch, maar de laatste keer dat ik een broek aan had die fantastisch zat, nou dat kan ik me niet eens herinneren. Ja, ik had dus eigenlijk een fantastische broek van Boohoo. Die heb ik 3 jaar geleden gekocht met Edith. En die was fantastisch. Alleen die is helemaal uit elkaar gevallen en hij is helemaal gaan rullen. Het is een beetje dezelfde stof als ja, eigenlijk al deze broeken van Fashion Nova ook. Dus het zal hier ook wel snel gebeuren. En de stiksels lieten helemaal los. Ik heb hem nog liggen, omdat ik toch een soort van hoop dat ik er ooit iets mee kan doen, dat ik hem kan herstellen. Want die broek zat gewoon echt top. Maar het is zo moeilijk om wat te vinden. Gelukkig heb ik wel een heleboel leuke jurkjes gekocht. Die passen wel goed. Ik was toch aan het bestellen bij Fashion Nova. Toen heb ik ook nog 1 setje gekocht. Dat vind ik altijd ja, heel leuk. Van die topjes met een rokje of een broek. In dit geval een rokje. In dezelfde kleur. Die ga ik nog even passen en dat is het laatste. Leuk.
Het is leuk, maar het zit niet mooi. Dit is echt heel tekenend. Ja, maar hier... Hier ook. Zie je alles doorheen. Hier ook? Nee, dat is gewoon zo, staat zo over. En aan de andere kant is het heel mooi dicht. Ik heb het idee dat zo'n merk als Fashion Nova lijkt wel het hele merk te zijn van het is leuk voor een outfit post. En dan doe je weer je normale kleren aan, je echte kleren aan. En doe je dit uit. Want eigenlijk, ja, de kwaliteit is slecht. De afwerking is slecht. Het schijnt door. Ik vind het hartstikke mooi als kleding nou sluitend zit. Maar dit voelt gewoon niet stevig. En het is gewoon scheef genaaid. Bestaat er een merk zoals Fashion Nova, maar dan van goede kwaliteit? Ik wil er heel graag wat meer voor betalen, maar ik kan het gewoon niet vinden. Tot zover mijn bloedhete Fashion Nova shoplog. Oh, en vergeet niet mijn video met Angela te checken. Met Angela praat ik over waar ze allemaal tegenaan loopt als zwarte vrouw. Als ze gaat shoppen in de drogist, als ze make-up wil kopen, foundation, haarproducten. Een heel interessant gesprek en een heel belangrijk gesprek vind ik ook. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, linkje in de beschrijving. Linkje hier of hier. En ga het zeker even checken. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Muah. Doeg!